Beste Wim de Bie, ter gelegenheid van mijn nieuwe tuinameublement heb ik het genoegen je uit te nodigen voor een champagnebrunch. Met champagne. Plaats bij mij thuis in de tuin. Tijd, anytime. Kleding, losjes. Met vriendelijke zomergroeten, Kees van Kooten. Ik heb helemaal geen tijd voor dat soort feestjes. Champagne, midden op de dag. Nou ja. Tuinameublement koop je maar één keer in je leven. Ik wil Van Kooten ook niet teleurstellen. Ja. Zo. Hey. Zo. Ja, dat ziet er schitterend uit, hè? En het worden er dus vier, Wim. Oh. 1, 2, 3, 4. Ja. De andere drie zijn besteld. Schitterende kleur. Dit zijn de oude stoeltjes, hè? Dit zijn de kussens. Oh, dat zijn nog de oude. Dit komen is vier voetenbankjes ook bij. Dit is nieuw. 1, 2, 3, 4. Vier voetenbankjes met die kussens. Oh, ja, geweldig zeg. Neem je champagne. Nou, gefeliciteerd joh. En neem wat van de brunch. Op de komende zomer. Op een goede zomer. En op je nieuwe ameublement. Terrasleven. Want ik dacht, ja, ik heb nou wel een terras, maar hoe leef ik eigenlijk op dat terras? En toen ben ik eigenlijk door Jan de Bouvry gaan denken van het terras. Hij zegt ook. De harmonie van kleuren in de terraskussens is zo belangrijk. Genieten van het terrasleven is een luxe die ik heel belangrijk vind. Dat ik, hij heeft toch gelijk. Dit is een Jan de Bouvry ameublement. Ja. Op het goede leven. Dat is, ja. Dat is en dan zit je dus met je hoofd. Zegt hij, mijn persoonlijke signatuur. Naast de handtekening Elk van Jan de Bouvry. Elk afneembaar kussen geeft extra rust. Ja, maar het is toch de handtekening van een ander naast je hoofd. Als het nou je eigen handtekening zou zijn. Een ander. Je eigen handtekening als op een regisseurstoel, maar... Ik zit hier als een van de 3000 Nederlanders die zich dat kan permitteren. Naast de handtekening van Jan de Bouvry. Dat is allemaal een handtekening. Dat is een signatuur die staat voor een hele life. Ik heb helaas weinig tijd. Moet je doen? Ik heb wat oude kranten en flessen. Die ga ik bij de lompenhandels 1,40 inleveren. Dus ik ga er weer van tussen. Nogmaals, van harte geluk gewenst en een hele fijne zomer. Ik bel je als de andere drie er zijn. Jan de Bouvry. De andere drie stoelen. Dan bel ik je even. Doen we toch eens dunnetjes over deze plek. Ja! Oké. Onderzocht. Even heel diep ademhalen. Klapper eens nog. Niet te geloven wat ik hoorde van meester Pieter Winsemius zelf. Die heeft dus, ja, even kijken, ik moet het goed gaan construeren. Hij heeft een uitdraai gemaakt van onze namen. Een profielschets, ons tegen het licht gehouden en gezegd, wat is dat plaatje waard? Hoeveel zou men op die kaart van Van Kooten en de Bie zetten? Dat staat allemaal in dit rapport. Daar blijkt onder andere uit dat ik altijd een meerderheidsbelang in mijzelf hou. Dus ik kan op mijn port welk tig moment zeggen, Van Kooten, nu ben je weer voor meer dan de helft van jezelf. Tenzij er een structuur komt. Nou ja, dat moet ik allemaal even bekijken. Maar
is voorbij staan. Ik sta nog echt te trillen op mijn benen. Het is. Mijn hemel! Heeft hij hier bijvoorbeeld gevraagd aan een representatieve groep Nederlanders? Het duo van Cote en de Bie. Noem daar eens één naam van. En? Wat antwoord 80%? Van Cote. Ik kom er helemaal niet in voor. Deze van Cote. Jawel, met de verwaarloos hier 0,8 niet meetbaar. 6% zegt Vermegen. Shit. 5% het Hek. 9% de Jonge. De Bie. Na 25 jaar kent niemand mij. Van Cote. Dus is zijn eindconclusie eigenlijk, dat zegt hij hier. 1992 gaat de zaak open, grenzen open, Europa. Alles mogelijk. Ja. Moet je erbij zijn. Noem het duo Van Cote en Van Cote. Oh. Niet Van Cote en de Bie. Dus ik word er helemaal uitgeschreven, als het ware. Ik zit ernaast. Toch. Je kent me toch. Dat blijft gewoon gelijk. Onze verhouding blijft gelijk. 50-50 in verdiensten en verdienstelijk. Maar de Bie moet weg. Die naam moet weg. Die naam die werkt niet. Doesn't work. Van Cote, Kees van Cote. Hij stelde hier zelfs voor om het te noemen Van Cote, Van Cote en nog eens Van Cote. Ik zeg, dat doe ik niet. Dat is te gek. Een beetje gênant. Van Cote, nog eens Van Cote. Maar Van Cote en Van Cote. Ik had Ben de Bie moeten heten. Ben de Bie. Dat is het grappige. Dat Kees zegt hij ook ergens. Ja, dat is waar. Dat zegt hij ook ergens hier. Ja. Alternatieven, naam, partner. Bram de Bie, Boris de Bie, Bas de Bie, Ben de Bie. Jammer, maar ja, dat is te laat. Ik kan nou niet eens zeggen Kees van Cote en Boris de Bie. Het nieuwe Europa, dat is niet voor Wim de Bie. Nee, de Bie is ook te Belgisch. Het is een te kleine naam. Het is geen Jan de Boeven. Het is geen Marten Reuling. Het is geen Johan Cruijff. Het is ook het geen Kees van Cote. Ja. Van Cote voor de Bijl. Van Cote voor de Bijl. Ja, dat is niet Van Cote voor de Bijl, nee. Heb je een bijl nodig? Van Cote. En alsjeblieft niet de Bie als bijl. Wacht even. Hoewel dat wel allitereert. Moment. De Bie voor de bijl. Ja, moment. De Bie als bijl. Maar daar gaat het nou niet om. De Bie als bijl. Ja. Ik heb een partijtje open haardhout voor jou. Oh ja? Ja? Als je het om de hoek gooit, onder heb de je daar wat aan? 25 gulden. De hele handel. Ja? Goed? Oké. Stort ik in je kelder? Ja, fijn. Nee, om de hoek, onder de golfplaat. De komende winter, joh. Zit jij goed? We bellen nog, hè? Zeg, buitenkantje. Joep. Voor mij. Het is allemaal te klein. Dan kan je 1992 toch niet meer in met die man. Een tijdje open haard houden. Heeft hij gewonnen in het bos. Gaat hij mij verkopen voor 25 gulden. Het is lief, maar het is geen Europa, hè? Nee, Van Cote en Van Cote. Hoe pijnlijk het misschien ook mogen zijn. Ik moet mijn broer eens even bellen. Over die zaak. In Europa. Ja. Nederland 4 zijn we bezig. Ja, je zei daar ergens, van gek, wat Murdoch kan en Maxwell kan. Ik heb een afspraak met Maxwell ook trouwens in het Amstel Hotel. Zou ik wel doen? Ja. Maar dat mag een Nederlander niet, heb ik jou eens ergens zien zeggen. Ja, weet je hoe ik erover denk. Want meneer Maxwell mag alles in dit land, die komt op de kabel. Die krijgt een subsidie ook als we even niet opletten natuurlijk. Ja. En meneer Murdoch mag alles en Super Channel mag alles. Ja. Maar ik mag niks. Mogen Nederlanders niks? Moeten we ons dan overgeven? Ja, precies. Begrijp je? Dat is het verhaal. De oude mentaliteit. Hoor. Maar nu we het er toch over hebben, weet je wat ik denk? Dat een fantastisch idee is. Een fun channel. Laat even tot je doordringen. Fun channel. Fun. Niet fun. F-U-N. Fun channel, ja. Fun. Het pretkanaal. En dat levert ook funs op natuurlijk. Ja, wat lachen. Fun channel. Commercieel. Je moet nu eindelijk commercieel. Oké, je moet nu commercieel gaan denken. Ja, omdat het nu geen vies woord meer is. Precies. Vanaf 1992 is het geen vies woord meer, commercieel. Fun channel. En dan horizontaal geprogrammeerd? Tuurlijk. Dus... Laten we even dit model uitwerken. De ochtendshow met Cote. Goedemorgen Nederland, hier is Cote. Kijk maar, op jouw manier. Good morning, Kukalakaloo!
Welcome to Funcoaten and Funcoaten on your fun channel. Yes, it has been indeed a splendid day and a funny day for rolling the grass, if you know what I mean. That was our first fun clip. And today it's Sunday. And Sunday is fun day. What day is it tomorrow, Mike? What do you say? Monday. Yes, you're right. Mike is very good in studying the calendar. And Monday is also fun day, because every day is fun day on your fun channel. But has it been a funny day for every one of us? I'm not sure. I don't know. Let's take a look at a second fun clip. Hoeveel zegt u? Hoeveel? 2300. 2400 gulden. Nee, sorry, dat is mij te veel. Sorry. Nee, sorry. 2400 gulden. Wasn't that funny? And thanks for all your funny postcards. I've got a very funny one here, and that was sent to Fun Channel by Mrs. Funny de Boer. What a funny name for a funny girl. Funny de Boer from Manchester, or is it Funchester? It should have been Funchester. Funny from Funchester. And Funny Raj, she's got a very cute little dog. Oh. And the dog is called Scheitabal. Yes, it's called Scheitabal. What a funny name for a funny dog from a girl named Funny. And Scheitabal wants to play all day. What a difference with the dog in the next fun clip. He doesn't want to play at all. Oh. Wasn't that funny? And remember, lachen is gezond. So, if you've got any funny joke or funny story or funny drawings like this one, please send them to headquarters of Fun Channel. And the address is 2456 Grosvenor Square, near Albany Square, round the corner of Leicester Street. And the area code is WC Field 365 in London. And London is, where's London, Mike? In England. Very good, Mike. London is, of course, in England. And the more funny letters, the more funny jokes, the more funny postcards we get from you, directed to Fun Channel, the more fun clips and the more commercials we can show on your Fun Channel. Now, remember, everything can be funny. Even an airplane crash can be great fun. I'm not joking. Yes, I'm joking. But I'm not joking, because look at the man in the fourth fun clip. Bye-bye. Stay funny.
wagentje, zeg. Goed. Jeetje. Ah. Maar nu. Ja? Doe je de deur open voor mij? Ik doe voor jou de deur open. Oh. Dus we komen ergens aan. Ja? Je moet wel tonen. De chauffeur stapt uit. Oh ja. Ja. Doe de deur. Open, hoor, van boven en van. Komt er met het rapport uit. Toont meteen, staat meteen. Goed, doe hem ook weer dicht. Ja. Ja. Waarom heb je geen pet op? Pet. Pet op. Ja. Dat wil iedereen zijn. Nee, maar chauffeur heeft. Binnen kan ik al geen pet hebben. Nee? Ik kom zonder pet al. Nou, kijk maar. Kijk, dat gaat niet. Dat is het schuifdak waarschijnlijk. Kijk. Dit is al aan de krappe kant. Met een pet erbij. Dan wordt het dit. Kijk. Dan wordt het echt dit. Oh ja, oké. Okay. Binnen laat je de pet af. Ja. Je stapt uit en je zet meteen de pet op. Af. Meteen met uitstaan, daar komt het gevoel in. Pet op naar buiten. Ja? Zit. We rijden aan. We rijden aan. Uit. Uit. Pet op. Pet op. En. Wat deed je nou verkeerd? De baas sliep. Ik deed niks verkeerd. Lange rit naar Brussel, de Benedetti, Parijs, Tapie, Berlijn, Bonn. Baas is in slaap gevallen. Baas valt voor het kantoor waar de bespreking plaatsvindt op de grond. Geen gezicht. Altijd even kijken, is de baas niet in slaap gevallen? Oh ja. Even kijken. Nou goed. Oké, nog een keer. Ga zitten. Moet kloppen. Ja. Zo. Ik kom eruit. Pet op. Ja. Goed zo. Baas wakker. Baas wakker. Baas eruit. Goed. En de deur weer dicht. En ik ga spreken en ik kom terug. Okay. Dan rij ik weg. Ja. Wat doen we dan? Dan ga ik rijden. Nee, maar ik rijd ook. Nee, dat is buitengewoon. Ja, hoe noem ik het? Chic. Stijl. De baas heeft tegen de chauffeur gezegd, laat mij een stukje rijden. Oh, ja. Dus dan zit je ernaast. Dan zit ik ernaast. Met pet op. Met pet op, om aan te geven dat de chauffeur ernaast zit. Maar straks ernaast. Ja. Ja. Hè? Ja. Alsof het jouw wagen is. Ja. Dat de baas even mag rijden. Ja. Dus niet gaan zitten slapen? Nee. Niet onderuit, nee? Gewoon nee. Beetje banger zit jij van, oh jee, als dat maar goed afloopt, want de baas rijdt even. Begrijp je? Oké. Okay. Allemaal van die kleine dingetjes. Oké, okay, kom maar. Die bijdragen tot het totale beeld van Van Grote en Van Kroon. Ja. Zet hem in zijn vrij of helemaal uit? Zet hem helemaal op de hand. Ja, zet hem helemaal uit. Oké. Nee. Hé? Wat? Nee, blijf zitten. Jij blijft zitten. Hoezo? Ik blijf zitten. Ik moet jou nu toch open doen? Jij bent de chauffeur. Ik moet de deur openhouden. De portier van het hotel doet mij open. Jij bent de chauffeur. De portier doet de portier open. Oh. Je bent ook de chauffeur. Waar blijft hij? Staat Max voor het raam, dan ziet hij meteen dat we het verkeerd doen. Jij blijft. Je kunt de chauffeur. Staan hier nou te staan? Waar blijft die portier dan? Die ga je halen. Ga jij de portier halen? En vraag aan de portier of hij de portier opent. Dat is toch bezopen? De portier doet toch de portier open? De chauffeur doet toch niet de chauffeur open? Jij bent de chauffeur. Haal de portier en zet de portier op. Als ik mijn portier. Zie de hoopmanden! Verdomme, nog 2 minuten. Oké. Vraag of hij het portier goed open doet voor Van Kooten en Van Kooten. Portier. Ah. Ja? Dit is voor. Zou u de heer Van Kooten en Van Kooten even open willen doen? Ik weet het niet. Maar dat doe je niet open. Goedemiddag meneer, welkom. Ja. Alsjeblieft. Dag meneer. Ja. Te laat. Te laat? Ja, te laat. Hotel komt. Loopt 3 minuten voor, te laat, oh, alles is weg. Rij maar. Hij is al weg. Nee, maar kan nu niet meer komen. Marten Reul is al bij hem nu. Maar daar kan ik toch niks van doen? Jawel. Nee, als jij... Ik wil het portier wat je doet, maar dat mocht niet. Je doet het als je aankomt, dan mag je.
Als hij op het raam tikt, dan moet ik voorrijden. Zo ver is het gekomen. Ja, ook de betaling gaat ineens heel anders. Vroeger deelden Van Kooten en ik de binnenkomende financiën. Maar nu heeft de heer Van Kooten en Van Kooten... hoe heet het? Flexibele beloning, prestatieloon ingevoerd. Dan krijg ik ineens veel minder. Ja, dat zouden alle bedrijven gaan doen. Loon naar werken. Nou, trap er niet in, werknemers van Nederland. Stel, u en een collega doen hetzelfde werk. Wie beoordeelt dan of de een meer krijgt dan de ander? Dat is gewoon een truc van de werkgevers, om u op te fokken en de werksfeer te verpesten met haat, nijd en hartklachten. En ik ben ook eigenlijk gek ook. Ga nu met de wagen van de zaak, dus ook mijn wagen, naar het eerste, het beste wegrestaurant en dan laat ik me een vorstelijke uitsmijter serveren. Met meegebakken kaas. Zullen we kijken naar de snoep? Half twee. Als je om 2 uur terug bent? 2 uur. Alle weekbladen. Binnen en buitenland. Ja? Vorige. Oké, boven, hè? Ja. Prima. Wat wij binnen Van Kooten en Van Kooten hier handelen is fun. Fun. Dat is puntje 1. Puntje 2 is dat wij voorlopig op Nederland aimen. Uitsluitend op Nederland geëemd zijn. En dan laat ik graag het hele televisie en radio gebeuren en de telefoon en de 06-nummers, de telefoon, ook voor een groot deel van ons nu, buiten beschouwing. Oké, okay? Die laat ik even in de dugout. Right? Heeft de geluidsman geen last van het gerommel van mijn maag? Nee? Dan werkt het, hoewel dit pas een proefmodel is. Kijk, dit is nou zo'n typische functionele gadget. Een maagriem met een geluiddempende werking. Ik heb een patent voor de hele Europese markt. Wat zie je dan gebeuren? Dat managers elkaar zo'n ding geven. Is even lachen van hahaha, maagriem, ik borrel zeker. Ja, je borrelt inderdaad, maar dan heeft hij hem om en dan merkt hij dat het werkt. En denkt hij toch, hey, eindelijk een functionele gadget. En van wie? Van Van Kooten en Van Kooten. En zo zit ik eigenlijk de hele dag een beetje te pielen en te brainstormen in mijn eentje. En ik had gisteren Chicago aan de lijn, dat was een vrij slechte lijn. Zo, dan niet aan die lijn. Dus ik ging wat droedelen uit verveling. Mag hier een oude voetbal international. En ik ben heel kinderlijk bezig. En dat is heel belangrijk, geef ik jullie mee. Je moet kind zien te blijven. Ook op dit niveau. Ook op deze 27e verdieping. Dus ik was wat snorren en baarden en brillen aan het tekenen op die spelershoofden. Heel kinderachtig. Maar toen dacht ik, godverdomme, daar gaat het wel om. De fun in de voetballerij die geheel weg is. Het wordt zakelijk allemaal steeds groter opgezet. Stadions, Cruijff enzovoort, bekende verhalen. Maar de fun ontbreekt, zoals de fun in de basketballerij bijvoorbeeld via Harlem Globetrotters. En de mensen willen fun in de sport. Het mooiste vinden ze de koprol van Hugo Sanchez. Fun, fun, fun. Dus ik dacht, hey, daar heb ik hem. Ik bel met Saatje en Saatje. En Saatje en Saatje en Van Kooten en Van Kooten, dit is even onder de roos, maar ik wil het jullie graag vertellen. Gaan RBC, een vrij onbetekenende vereniging, hoewel periodekampioen, opnieuw stylen. We gaan dat hele plaatje van RBC opnieuw inkleuren. En RBC wordt een voetbalvereniging die gekostumeerde wedstrijden gaat spelen. Dus een rechtsbuiten met een kinderwagen langs de lijn, waarin de rechtsbinnen ligt met zo'n sigaar en een speen op zijn hoofd. Je weet het al, scheidsrechter als politieagent. Kan me niet schelen of ze verliezen. De mensen weten, ik ga naar RBC, daar is fun. Kijk, voetbal, het is geen pot pindakaas. Je moet het niet gaan met spiegeltjes en kaaltjes, een beetje de rimboe. Ik bedoel, RBC weet heel goed wat er in het voetbal te koop is. Hij heeft zijn eigen plannen. Wij hebben de heren niet nodig, maar nogmaals, de deur is niet helemaal 100% gesloten. Wat natuurlijk ook een belangrijke kwestie is de bestuurlijke constellatie die de heren zich dan in de verdere toekomst misschien dan voorstellen. En ja, ik kan me toch voorstellen dat het voor RBC heel belangrijk is om daar ook zekerheid te hebben dat de juiste mensen, bestuurlijk gesproken, op de juiste posten. En daar moet natuurlijk over gepraat worden. Maar nogmaals, ik heb het alleen uit de pers, dus dat valt helemaal niet te praten. Want
Ja, het gesprek is eigenlijk nog niet specifiek geopend. En ik sluit dat niet uit ik sluit dat niet uit, maar ik zal niet degene zijn die die deur die dicht is wil gaan openen. Kijk, open RBC, een deur kan natuurlijk aan twee kanten open. Dat wil ik wel voorop stellen. Maar ik sluit toch niet uit dat ik hem vanuit mijn positie in eerste instantie zal zijn degene die hem dan gaat openen zonder dat ik iets meer dan de verhalen in de pers heb gehoord over de wens om de deur dus geopend te krijgen. Mijn naam is Dubie. Zegt die naam u iets misschien? Dubie? Nee, oh, sorry, neemt u me niet aan. Ik wil het uitleggen. Ik ben voor het eerst van mijn leven zonder werk. Wat zoekt u voor werk? Ja, ik ben grappenmaker. Grappenmaker. Zo kan je het wel. Ja, komiek. Nou, satiricus. Dat klinkt wel goed. Ik ben satiricus. En ik ben 48 jaar en mijn vraag is er iets voor mij? Nou, dat acht ik niet uitgesloten. Ah. We hebben hier een aparte afdeling media en evenementen. Dus ik denk dat we dan moeten gaan kijken of daar iets voor u bij zou zijn. Dat klinkt hoopgevend. Ik zou voor een andere omroep bijvoorbeeld grappen kunnen maken. Bijvoorbeeld? Ja. En misschien mag ik u dan ook nog op wijzen dat we 18 en 19 mei is hier een banenmarkt. En ik raad u aan om dan zeker langs te komen, want dan is het, hè? Zo, ja. De kans is dus ook groot dat er misschien iets aangeboden wordt, hè, waar u iets aan heeft. Ja. Dat een bedrijf een grappenmaker nodig heeft, of een satiricus. Zou kunnen. Om mij mensen jullie statuut te laten nakijken. En daar staat niets over een beveiliging tegen onvriendelijke overnames. Dus dat is jouw fout. Ja, dan moet je dat beter bekijken, jochie. Je doet mij. Oké, dag, Piki. Nog een aardige primeuro. Van Koot en Verkoot heeft zojuist de Haagse Post overgenomen. De HP wordt een fan magazine. Gaat De Lach heten, die naam was nog vrij. Ik heb daar een meerderheidsbelang in. HP is voor een kwart eigendom van Jan Lenfrink. Nu doet zich de gekke figuur voor dat Van Koten en Van Koten daarmee, even rekenen, voor 5/4 eigenaar is van Jan Lenfrink en van Reur. En dat brengt me dan op het hele punt televisie. Er wordt gezegd, Van Koten en Van Koten gaan zich uitsluitend bezighouden met hele platte fun televisie. Dat is absoluut niet waar. Ik mogen u wijzen op onze serie Masterclass, waarin de wereldberoemde Duitse tenor Jürgen Wolbaum een aantal adembenemende audities afneemt. Een programmaserie gesponsord door, sorry dat ik het zeggen moet, Van Koten en Van Koten. Ja. Die man is op zich al fantastisch dat hij bereid is hier naartoe te komen om al zijn ongelofelijke kennis aan ons door te geven. Zodat wij wat van opsteken. Het gek is dat ik absoluut niet zenuwachtig ben. Heb ik ook te danken aan mijn pedagogen natuurlijk. Catharine Bruggeman, 9 jaar heb ik daar nu les van. En ik hoop vanmiddag dat tot een, toch wel een vorm van een, dat je zegt, bekroning dat het dat is, te brengen. The song you're going to sing for us? Gute Nacht. Gute Nacht, Winterreise. Ja. Bitte. Ja. Ja. Bitte. Ja.
man! Nein! What is the first word you are singing? Fremd. Fremd? Fremd? Was ist denn das? Fremd? Strange. Strange, ja. Fremd? Ja. Fremd. Bitte. Nein, nicht zu viel rubato. In tempo, ja. Was sind Sie? Angezogen? Ja, stimmt. Sie sind fremd angezogen. Ja, stimmt. Aber das steht nicht im Text. You don't know what you're singing. Look here. Ein Fremd bin ich? Eingezogen. Fremd bin ich eingezogen. Ja, mit Textbewusstsein, ja. Bitte. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder auf. Nein, mit Resonanzbogen, nicht fremd bin ich eingezogen. Fremd bin ich eingezogen. Fremd. Fremd bin ich eingezogen. Fremd zieh ich wieder aus. Der Meier. Was? Der? Mai. Nein? Mai. Und what does it mean? Monat Mai. Der Monat Mai. I have to see that on your face. Der Mai. Nein. Mai. Ja. Ja, der Mai. Bitte. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai. Nein, mit Atemstütz! Mit Atemstütz! Ja! It comes from the belly! Ja, from the belly! Ja, der Mai. Ja, bitte. Der Mai hat mir gewogen. Nein. That's enough. Go away. And find another professor. Thank you. Oh, sorry. Hij zegt het zo met zoveel liefde voor de zang en het lied. En zo subtiel en zo recht op zijn kop. Dat je niet anders kunt dan dankbaar zijn dat iemand op zo'n milde wijze zegt dat het werkelijk nergens op slaat waar je mee bezig bent. En dat zie ik nu na 9 jaar in, dat ik er nooit ene reet van terecht zal brengen. En daar zal ik hem eeuwig dankbaar voor blijven. En het is ook een ontzettende eer om door zo'n autoriteit echt in het rond gestampt te worden. Ik bedoel, liever dat hij het zegt dan dat ik het hoor van... Nou, noem ze maar op. Next candidate. What's the song you're going to sing for us? Gute Nacht, Franz Schubert. Gute Nacht, again. Again, that song. Again. Yes. A-moll. Yeah. Bitte. Fremd bin ich
mich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchen Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihr. Stop! You call that singing? Abscheulich, entsetzend, ungeheuer! Go away, out of my eyes. Find another job. Thank you, thank you, thank you. Go away. And you too, away, away, away. Oh, oh, schrecklich, schrecklich. Gibt's keine Sänger in Holland? Valt me toch niet mee, hoor. Geen omroep wil mijn grappen hebben, blijkt. Zelfs de VARA niet. Nee, maatschappijkritische satire, dat is passé. Daar kunnen ze in de toekomst ook geen sponsors en adverteerders op trekken. Daar is de VARA mee bezig, wil commerciële omroep worden. Ik had nog een ijzer in het vuur. Heel lang geleden hebben Verkoot en ik een Telia-cursus Esperanto gedaan. En nou spreek ik nog een aardig woordje Esperanto. Toen dacht ik, als ik nou eens het socialistisch nieuws in Esperanto zou kunnen presenteren. Hebben ze die uitzending al jaren geleden geschrapt. Kunt u zich dat voorstellen? De VARA zonder socialistisch nieuws in Esperanto? Geschrapt. Was het enige socialistische programma dat ze nog hadden. De ruiten zijn gebroken, de muren zijn gescheurd. Hier werd gezwoegd, geploeterd. Geleden en getreurd. Zij werd ooit met feest geopend door het knippen van een lint. De fabriek ligt nu verlaten, de klepperen in de wind. Werken voor een baas is beschamend. Dom en dwaas. Heb meelij met de ouden die streden voor hun recht. Het stakingsgeld was karig, de saamhorigheid was hecht. De toekomst zou verbeteren voor henzelf. Voor vrouw en kind. De fabriek ligt nu verlaten, te klepperen in de wind. Werken voor een baas is beschamend, dom en dwaas. De opbrengst van het werken gaat naar Amerika. Op de rand van zijn zwembad telt de baas zijn rente na.
Het is de fiat en politie die van bedrog een schijntje vindt. Zelfs de rechters staan met hun oren te klapperen in de wind. Werken voor een baas is beschamend, dom en dwaas. Ook ik heb ooit gewerkt, ik zat 2 jaar op kantoor. Toen kwam ik er wel achter dat ik in zo'n gebouw niet hoor. Ik doe nu dingen die ik leuk vind en de staat geeft mij wat geld. Dat kantoor staat nu verlaten, te klepperen in de wind. Werken voor de baas is beschamend, dom en dwaas. Mensen, welkom. Ga lekker zitten. Ja. Werkloos. Hier zit een werkloze. Oh nee, dat moet je heel ernstig zeggen. Dat is heel erg werkloos. Kijk dan. Heerlijk. Eindelijk zit ik eens lekker te titten in de tuin. Zo. Of moet ik me schuldig voelen dat ik niet deelneem aan het arbeidsproces? Haha! Ja, dat is een goudvink. Haha, helemaal een goudvink in de tuin. Het arbeidsproces, moet je kijken. Hier. 500 ton gif in de peel gevonden. De peel geheel verpest. Dat komt van al dat werken. En daarom zeg ik tegen alle werkelozen, dat is mijn 1 mei boodschap. Wees er trots op dat je niet deelneemt aan de verzieking van het milieu. Zo. I'm proud to be out of work. En ik tit lekker te titten in de tuin, te tijken daar de togeltjes. Hé, hey, nee, het is geen goudvink, het is een blinde vink. Nee, een slavink. Flauwste grappen, geheel voor eigen gebruik. Heerlijk! Aha. I was on my way to Hong Kong to see Giorgio Armani. He wants me to send sheep. Armani. Yes. Armani, make a note. Armani. Yes, yes. Yes, and then I thought I'll stop off in Holland on my way to Hong Kong. You might be interested, I thought, in my little distillery. You've got a little near Glenlivet on the other side of the hill. Oh, I'm always interested in little things, because little things can become big things. Yes, basically, we don't have a name yet for it, which makes marketing rather difficult. Mm-hmm. The marketing manager is busy making the whiskey most of the time. Excuse me. So you're looking for a name of the distillery? Well, yes. Van Cooten is a name. Glenn Cooten. Glenn Cooten. Distillery could be Mrs. Mothershed. And is there a possibility? Mr. McKenzie. I'm sorry. Have we got McKenzie, Mrs. Mothershed? I'm sorry. A glass of champagne for Mrs. Mothershed. Help yourself to some typical Dutch snacks. I'm just talking to Mr. McKenzie about the possibilities of bringing Van Cooten. Thank you very much. Thank you, Elkin. Out in a whiskey form, because mainly we're talking about the name Van Cooten as a positioning in the marketing. Glenn Cooten. Yes, and Glenlivet, would that be a possibility too? As a whiskey, we're talking about two things now, two major objects, subjects. Anyhow, Van Cooten and Van Cooten. Well, this is Van Cooten, the name. Yes, okay. I'm sorry.
Sorry to interrupt Mrs. you. Mrs. Mother said... You're from the Chase Manhattan yes, Bank. Yes, I'm from the... And, wait a moment, please. Kim, kun je even daar de telefoon afpakken? Dan pak ik hem. Zet hem dan maar even over, neem ik hem hier wel. Moet je luisteren. Hallo. Ja. Zet hem even, haal hem even eraf daar. Zet hem even op mijn toestel. Ja. Nee, moet je luisteren. We zijn nu even bezig. Het gaat nu over schapen naar Milaan. En de Chase Manhattan Bank zit hier. En we zijn over whisky bezig. Dus vanavond even... Ik ben nou op een uurtje piep. Ja? Goed, Mrs. Marachet, Chase Manhattan is interested in bringing some basically interested in yes? project. In fun in general. Hi. Oh, the is van de van de goed. Ja, hier zijn hele interessante dingen. So fun living would be a possibility for the Nederlanders. Glenn Cooten, fun living. And this would give us the possibility to extend our interest outside the Chicago area. Because of course, in the direction of fun. Kim, een glaasje champagne voor de... Ja, zo. Brillenmaker de man. Ja, dat ook. Nou, dat is al niet meer nodig. Dat is wel van een hapje. Dat is some gouda cheese. Some gouda cheese. And some worst. Had u gewoon een worst? Wat is de name? Worst? Salami, yes. So perhaps I can kortsluit you both for bringing your money to make a connection between you both for some in this game. Hello, name van Cote and Cote. You're talking about van Cote. Not talking about this. You're talking about this. Important thing. Rob Voorhoeven. Dat is interessant. Ik heb ook. Ja. We zijn eens gaan onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om meer op het fun gebeuren te gaan zitten werken. We hebben al gedacht bestaande winkels die we hebben om te gaan bouwen naar het funboek. Dus gespecialiseerde winkels in funboek. Dus dat je niet in een winkel hoeft te zoeken naar flankliefde. Ja, dus gespecialiseerde bookshops, gespecialiseerd in. En je weet, ik ga die boekshop binnen en daar is klaar. Like sorry, sneltrein nu. We gaan met de sneltrein, maar we zijn ook van plan die expansiedrift uit te gaan voeren. En door te gaan naar de andere grote plaatsen. Een hele keten. Cheers. Met fun boekshops. Je hebt een glaasje. Ja, help mezelf aan de hand. Oké. Whisky. Dit is een dit is Mr. McDuncan. Dat hoeft niet. Goed, champagne voor madame Antoinette. Oui. Oh ja, god, ik weet het weer. Dat waren de jasjes van Pret à Plaisir. Ja, en die was jasjes. Was het nu gepland? Ja. Ja. Nou, laat ik hem even snel passen. Doe even die bril er tussendoor, dan kunnen we de dingen tegelijk passen. Goed, een paar dingen lopen nu even door elkaar, maar zij houdt het godsdank keurig bij. Zij is van het fantastisch. Zonder haar zou ik niet weten wat ik moet verkeerden. Ja. Noemen wij niet het Colbert, maar het Cotebert. Het Cotebert. Zo wordt het in de hele grond in de Amerika. Oh, ja. Ik dacht van Cote. Ja, ik zie ook even. Meneer Oosterkamp. Oosterkamp. Van waar? Waar is die van? Oh, kwalijk. Ja. Ik dacht dat wij elkaar ontmoet hadden. Weet waar? Dat waar was ergens in Drenthe, nog niet zo lang geleden. Dat is waar, neem ik dat is mogelijk. Oosterkamp, ja. Oosterkamp, ja. Oosterkamp. Waar gaat het u om? Want ik ben even met een paar mensen over wat nieuwe funding. Ja. En in het bijzonder denken wij aan het oprichten van een nieuwe plant. Een whisky. Nee meneer, niet whisky, maar voor het bottelen van de whisky. Een polyester is een waterpolyester fles. Wil je me even excuseren? Even. Excuse me. Vandaar dat het ook zo interessant is dat we ook nog wat later kunnen praten. Excuse me. Mag ik even zeggen dat ik even niet stoort? Ik ben zo te gaan. Neem het even op. Gaat het, joh? Ja. Gaat het weer lekker een beetje? Warm onder de dekentje. Lekker zo? Ja. Een half jaar complete rust moet hij houden. Bijna mijn hoofd. Een kussentje? Ja, nou, iets kussentje? Achter mijn hoofd is wel fijn. Als de dollar, ik heb het nagerekend, als de dollar 1 punt hoger was geweest, dan zou het ultimatum een week later zijn afgelopen. Ja. Dan had de generale bank nooit een bod durven doen. Ja, dus dan zou
Van Koten. Dat haal ik nog niet. Gaat niet meer. Zal ik het even voor je opblazen? Ja, graag. Ja. Dan, hè? Het is een kwestie van één dollar punt is het geweest. En nou staan de mensen, komen ze maandag en is de zaak dicht. Dus ik moet ze dat gaan zeggen. Nee. Ik regel het wel. Ja, ik ga met de bonden zeggen, praten. Dan moet je, met de bonden moet je die nieuwe hebben, die Stekelenburg. Oh, dat is lekker. Lekker zo? Die Stekelenburg moet je hebben. Ja. Wim, dus die is nieuw bij de bonden. Oh, ik die regel het met Stekelenburg. Dus neem een bloemetje voor hem mee. Van een cactus voor Stekelenburg. Ja, dat is leuk. Nee, heel leuk. Het is een kwestie van de dollar. Het is voor deze 1e mei neem ik deze kant van het kussen. Dollar 1. Oh, kijk. En geen naam erop, Verkoten. Nee, geen namen. Nergens meer naam op, hoor. Niet de namen erop, nee. Lekker zitten. Zo. Oh, kijk, een meisje. Dag, kijk eens even. Nee, dat is een goudvink. Een goudvink? Goudvink. Dat is een goudvink. Twee goudvinken. Er zijn twee nou, goudvinken. Een half jaar helemaal niks. Zijn die lekker vrij, niks. Hè? Hebben er nergens last van. Nee. Vogeltje vrij.